precies het moment dat een straaljager door een geluidsbarrière vliegt. Dit kan je volgens mij niet eens vastleggen. Wat is up mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we weer kijken naar perfect getimede foto's. En we beginnen als allereerst met deze foto. De maan schijnt gewoon perfect door een van die twee gaten. En het lijken eigenlijk net gewoon ogen. Dit is de plek wat dus ook wel de ogen van God worden genoemd. Maar om eerlijk te zijn vind ik het ook wel een beetje op een kat lijken ofzo. Maar ik denk dat dat ook door de kleur van de rotsen komt. En de volgende is wel heel toevallig. Want als allereerste hadden we de maan. En nu hebben we dan deze foto van de zon. Ik vind het ook zo'n vette foto. Het is eigenlijk gewoon een paardenbloem met de zon erachter. Maar het geeft zo'n vet effect. En bij deze foto moeten we even naar de schaduw kijken. Want het lijkt namelijk net op een hele romantische foto. Maar in werkelijkheid lopen gewoon twee mensen langs elkaar. Wel ook grappig dat er een hond is die zo kijkt van... Hey, wat gebeurt er daar? En dit zijn altijd van die grappige foto's, weet je wel. Het lijkt net alsof hij een hondenhoofd heeft. Maar zijn hoofd zit natuurlijk gewoon daarachter. Maar blijft altijd wel gewoon geinig. Oké. En dit is dan een betere plasfoto. Of nou ja, het hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Maar het lijkt net alsof deze guy over dat kind zit te plassen. Yo, gewoon rustig over mijn kind plassen, je weet toch? En het kind zit daar zo van. Oh, lekker. Lekker warm. En wat is dit dan voor foto? Waarom staat deze foto ook gewoon op dat blad? Een vrouw die in slaap is gevallen met dat blad op haar kop. Maar wat ik ook wel leuk vind, is dat het haar erbij past. Die man heeft soort van krullen. Zij heeft soort van krullen. En dit hier is een man die zo aan het koken is op een plaat. En het lijkt gewoon alsof er één gekke draak in het vuur zit. Wat ik eigenlijk wel super sick vind, want draken worden altijd geassocieerd met vuur. En nu zit er gewoon één in dat vuur. En dit is toch ook wel echt super geinig. Een eekhoorn die niet graag zijn pinda verliest. Nee, mijn pinda! Die gezichtsuitdrukking ook gewoon. Oh, en dit is echt super schattig. Het lijkt net alsof deze muis zit te vliegen. En besef ook hoe super klein hij is. Want ik bedoel, vergelijk zijn grootte even met het onkruid daar. Bijna even groot. Wow, en dit is ook wel een zieke shot hoor. Het lijkt bijna nep gewoon. Maar het lijkt net alsof er in de wolken gewoon een Godzilla zit. En dan komt er ook nog een soort van lichtstraal uit zijn mond. Echt perfect ook. En dit is toch ook geinig mensen. Een schilderij van een kat waarbij de kat daarachter verstopt zit. Je ziet zo net dat staartje zo rechtsonder. En we hebben natuurlijk de Godzilla-wolk gehad. En nu hebben we dan een iets minder heftigere. Een wolk van een hond. Maar hij is niet minder cool. Hij is nog steeds super vet. Alleen bij die Godzilla-wolk klopt er alles net toch ietsjes meer. Gewoon het licht dat ook uit zijn mond kwam. Maar ja, zoals ik zei, nog steeds cool. Oh, wow. En dit is ook echt super vet. Deze Snoopy is precies zo getekend dat het net lijkt alsof hij op een schaduw ligt. Maar ik denk dus dat deze artiest dat expres zo heeft gemaakt. Maar ik moet eerlijk zeggen, wel heel vet bedacht. Alleen ja, waarschijnlijk klopt dit alleen 1 minuut van de dag of zo. Dus je moet dit in inderdaad ook gewoon weer perfect timen. Zo, en dit is ook echt een hele zieke foto. Dit is echt precies op het moment dat de golf de rots raakt. En het lijkt net alsof de rots wordt opgegeten door iets of zo. Maar dat is dus letterlijk gewoon water. Oké, en ik vind deze misschien nog wel grappiger dan het schilderij. Iemand draagt namelijk een sok van een poes. En ja, hij klopt ongeveer. Oké, en dit is best wel een vreemde foto. Het lijkt namelijk net alsof deze vrouw half mens, half paard is. Wel een heel klein paard vergeleken met het lichaam. Volgens mij heten die dingen centaurs. Maar ja, wel geinige foto. Zo, hé. En ik vraag me echt af hoe ze dit moment hebben vastgelegd. Het precieze moment dat een straaljager door een geluidsbarrière vliegt. Dit kan je volgens mij niet eens vastleggen. En het is ook nog echt zo mooi vastgelegd. Dit kan gewoon haast niet. Oké, en ik zag dus deze foto en ik dacht eerst van... Oké, wat moet ik precies zien? Dit zijn gewoon letterlijk t-shirts. Maar toen ik wat beter ging kijken, check namelijk even de rode t-shirts. Er zit een gezicht in. Like, what? Dat is echt best wel creepy. Maar ik zag het ook eerst niet. Dit is ook gewoon zo weird of zo. Maar het lijkt inderdaad alsof er gewoon een gezicht in zit. Ja, en dit is weer zo'n droge foto. Hahaha, het lijkt net alsof hij pist. Natuurlijk zitten die foto's er ook weer bij. Maar deze hier is ook best wel creepy. Het is een soort van Batman. Maar het is gewoon heel erg creepy. Het klopt gewoon niet. Ik denk als ik dit in de nacht zou zien, dat ik wel zou schrikken. Ze hebben een monster gecreëerd. En jullie weten natuurlijk nog helemaal in het begin die foto met de paardenbloem en de zon. Hier hebben we weer een foto met de zon en een bloem. Deze is wel minder vet, moet ik zeggen. Maar wat ik wel weer heel vet vind aan deze foto, is dat het net lijkt alsof die bloem de zon opeet. En deze foto is eigenlijk ook best bizar. De hoek van deze foto is gewoon precies goed. Het lijkt net alsof deze auto half wit, half rood is. Maar misschien hebben we het nu allemaal fout en is die auto gewoon letterlijk half rood, half wit. En is dit gewoon getint glas of zo? Kan natuurlijk ook. Maar waarschijnlijk niet, mensen, oké? Dit is wel een hele interessante foto ook. Ik vraag me af of dit ook zo gepland was van de mensen die deze cd's hebben gemaakt. Maar als je je vinger zo houdt achter de cd, lijkt het net op een paar billen. Ik zit nu echt te twijfelen. Was dit een fout? Is dit expres gedaan? Als het expres
Dennis is gedaan, is het best grappig though. En deze foto is toch ook zo ziek. Ze maken namelijk gewoon een foto met een spiegel op een grasveld. En het meisje verstopt zich achter de spiegel. Ze pakken de perfecte hoek. Bam! En ze lijkt onzichtbaar. Ik vind het wel heel vet bedacht hoor. En dit hier is toch wel super schattig. Een hartje dat wordt gemaakt met twee staarten. En dit is een interessante. We hebben twee vrouwen. Die zitten op twee gekleurde ballen. En dan hebben we een derde vrouw. Die zit op de grond. Maar doordat ze twee soorten kleren draagt, lijkt het net alsof ze ook op zo'n ding zit. Wat dus niet het geval is. En ik denk dat je dat ook wel vrij snel ziet. Wel een beetje zielig though. Ze laat haar op de grond zitten. Neem vervolgens ook nog deze foto. Arme vrouw. En hier hebben we een hond die achter een vogel aan het rennen is. Waardoor het lijkt alsof hij vleugels heeft. Wow, en deze is wel een beetje weird ook. Het lijkt namelijk net alsof er een man is met kleine benen. En een soort van paardje aan het rijden is op die vrouw. Maar deze vind ik echt wel heel toevallig. Dan denk je even een leuke familiefoto te maken. Zit er opeens een man op je rug te rijden? Ja. En als volgende hebben we een goede marketingposter. Deze mensen hebben waarschijnlijk een poster geplaatst op een plek waar ze weten van... Oké, hier vallen veel mensen in slaap. En het lijkt nu net alsof deze man denkt aan die burger. En oké, deze foto is ook zo ziek. Ik snap hem nog steeds niet helemaal. Maar het lijkt net alsof haar trouwjurk is gemaakt. Maakt van de zee of het gaat in elkaar op. Ik weet het allemaal niet. Deze foto is echt space, mensen. Ziet er wel super ziek uit, hoor. Hey, en hier hebben we surfende eend. Let's go! Het lijkt inderdaad net alsof deze eend gewoon zit te surfen. Wow, en bij deze foto was ik ook echt even overtuigd. Ik zat even twee keer na te denken, maar misschien lag dat aan mij. Het lijkt net alsof deze vrachtwagen een miniatuur cruise zit te vervoeren. Kan ook het geval zijn, maar ik denk toch dat het logischer is dat dit een echte cruise is. Mmm, yummy. Lekker likken aan de vuilnisbak. Een goede commercial. Waarschijnlijk ligt het gewoon aan een ijsje. Maar deze plaatsing is nou niet echt optimaal. Deze plaatsing daarentegen is wel optimaal. De atoombom scheet. Yeah. Ik zeg eerlijk, wel goed bedacht. Want die wolken bewegen natuurlijk. Dus hij had één kans om deze foto te maken. Of nou ja, hij kan zichzelf ook verplaatsen. Oké, laat maar. En hier hebben we het Starbucks busje. Maar wat staat er als je de deur opentrekt? Sucks. Ook weer geen goede reclame. Maar dit zijn gewoon allemaal dingen dat je pas achteraf ziet. En dit is ook wel grappig. Een koe die een vuurscheet laat. Yeah. En dit is ook weer zo flauwe, maar oké. Een guy die namelijk gewoon op een boomstronk zit. Maar het lijkt net op twee bullen. En deze vrouw zit gewoon rustig te chillen in haar bikini. Gewoon lekker te zonnen. Lijkt het net alsof iemand gewoon een bijl in de kop heeft gesmeten. Ja, opeens is het niet meer zo rustig. Nu ligt ze daar dood. En deze reclame is eigenlijk ook wel goed bedacht. Maar waarschijnlijk met een ander persoon in gedachten. Hier heb je namelijk een oude man die daar ging zitten. En het lijkt net alsof hij hele jonge, gladde vrouwenbenen heeft. Interessante keus. Yo, en bij deze foto ben ik echt even super erg in de war. Maar ik snap dit ook gewoon niet. Het lijkt net alsof deze man een vis is. Maar die vis kijkt ook echt van... Huh? Oh, sorry dat ik het zeg, mensen. Dit is echt een hele lelijke vis. Maar die man lijkt net een soort van... ja, dolfijn met mensenkop of zo. Ik weet het gewoon niet, ja. En dit is ook weer zo'n flauwe, joh. Een man die gewoon rustig daar zit met zijn twee ballonnen. Een andere man die daar gewoon rustig staat te flexen. Wat krijg je dan? Blondiet, man. We zakken naar een laag niveau, mensen. En dit is eigenlijk ook wel een hele simpele foto. Maar het idee erachter is best cool. Het lijkt namelijk net alsof er wolken uit zijn spuitbus komen. Ja, eigenlijk een best cool idee. Simpel idee, cool effect. Soms hoeft het ook gewoon niet moeilijk te zijn, mensen. Maar ja, goed, dan zijn we aangekomen bij de allerlaatste voor vandaag. En dat is deze foto. Dit is toch ook wel een hele interessante. Het is namelijk niet je standaard, hey, ik heb een hondenkopfoto. Maar een half vrouwgezicht, half hondgezicht foto. En het klopt ook echt wel precies qua positie. Qua kleur klopt het ook wel. Het is redelijk geloofwaardig nog. Maar ja, goed, mensen, dat was het eigenlijk weer voor deze video. Like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Yo.